welkom, welkom iedereen. Doe je met ons mee, we beginnen zo meteen. Welkom, welkom, fijn dat jij er bent. Zing gezellig mee als jij dit liedje kent. En eens nog even dit, voor we verder gaan. Dan tellen we tot drie, en dan roep jij je naam. Wie weet nog wat het thema van deze week was? Te gek. Ja, te gek was het thema. Het ging allemaal over allemaal bijbelverhalen, waarin mensen best wel gekke opdrachten kregen, best wel gekke dingen moesten doen, maar die uiteindelijk toch heel erg mooi bleken te zijn. Wie van jullie weet nog waar het de allereerste dag op maandag over ging? Het ging over een man die een hele gekke opdracht kreeg. Wie weet het nog? Nou, dat Noach een grote ark moest bouwen. Ja, heel goed. Het ging over Noach. Die moest een hele grote ark, een hele grote boot gaan bouwen. Waarom was dat dan zo'n gekke opdracht? Wat was daar nou zo gek aan? Omdat er water kwam. Maar was er al water? Nee, er was helemaal geen water, nergens niet. En toch moest hij een boot gaan bouwen. Dat was natuurlijk best een gekke opdracht. Maar er kwam wel water, hè, en daarvoor moest die boot gebouwd worden. Maar de mensen die vonden het maar gek. Maar uiteindelijk werd Noach daar wel door gered. We gaan nu het lied zingen, Ken je dit verhaal? Thank you.
maar in de Bijbel, want daar staat het allemaal, zongen we. Nou, en we lezen in de Bijbel omdat wij in de Heere God geloven. Want in de Bijbel kan je een heleboel dingen lezen over de Heere God en over de Heere Jezus. En we willen ook graag vertellen dat we van de Heere God houden. En dat noem je ook wel eens met een heel moeilijk woord een geloofsbelijdenis. Als we in de kerk zijn, dan leest de dominee die altijd voor. Maar hier in de tent zal dat voorgelezen worden door 3 kinderen. Het eerste stukje zal gelezen worden door Tabitha Mulder. Die mag naar voren komen. Het tweede stukje door Annick Plezier. Die mag ook naar voren komen. En het derde stukje door Dirk Anker. Die mag ook naar voren komen. Als deze kinderen de geloofsbelijdenis voorgelezen hebben, willen we ook met elkaar ons geloof belijden. Vertellen dat we in God geloven door te zingen van Psalm 100, vers 1 en vers 2. Ik geloof in de Heer Jezus, de Vader die alles kan, die alles gemaakt heeft. Heel de wereld, de bomen, de bloemen, de dieren, maar ook mij. Ik geloof in de Heer Jezus Christus, de eigen Zoon van God, onze Heer. De Heilige Geest zorgde ervoor dat hij kwam en hij in Bethlehem geboren. De Maria is zijn moeder. Hij heeft geleden. Hij heeft toen Pontius Pilatus stadhouder was aan het kruis gehangen. Hij is gestorven en begraven en is in het donker en de angst van de hel geweest. Maar na 3 dagen is hij weer levend geworden en naar zijn vader in de hemel gegaan. Daar is hij nu, bij zijn vader die alles kan. Hij zal ook terugkomen naar deze wereld om de levende en gestorven mensen te oordelen. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof dat er een kerk is waarvan alle mensen die Jezus lief hebben, ook elkaar lief hebben. Ik geloof dat mijn zonden vergeven zijn. Ik geloof dat als ik gestorven ben, eens weer een nieuw lichaam krijg. En ik geloof dat ik dan altijd bij de Heer leven mag. Amen. Heere God, aan het begin van deze speciale dienst komen we tot u. We willen u allereerst bedanken dat we zo met elkaar de Witte Tent en de Tienerweek mogen afsluiten. Dat we met zoveel mensen hier in de tent mogen zijn, maar dat er ook veel mensen thuis meeluisteren via de radio. Misschien hadden ze hier graag willen zijn, maar is dat door omstandigheden niet mogelijk. Wilt u ook met uw zegen bij de mensen thuis zijn? Dank u wel dat we u vanmorgen door middel van het zingen van liederen zo mogen prijzen en danken. Dank u wel voor de mooie week die achter ons ligt. Dat alles goed is gegaan en er geen grote ongelukken zijn gebeurd. En dat er ook dit jaar weer veel kinderen zin hadden om te komen. Dat we aan hem mochten vertellen dat u soms gekke opdrachten geeft, maar dat u dat doet omdat u het beste voor ons wilt en dat u echt te vertrouwen bent. Heer, u weet of we u al kennen of niet en of we gewend zijn om naar de kerk te gaan. Wilt u geven dat we vanmorgen voor het eerst of opnieuw u mogen ontmoeten en dat we iets van u mee mogen nemen uit deze dienst? Dat we mogen ervaren dat u een goede God bent en dat het dienen van u ons leven echte waarde geeft. Ik wil u ook bidden voor de dominee. Zegen hem en geef hem de juiste woorden om te spreken, zodat wij het begrijpen. En ik wil u vragen om ons de rust en de aandacht te geven om goed te kunnen luisteren. Heere God, we weten dat er ook een heleboel mensen zijn die
niet naar de kerk gaan, die niet naar de kerk kunnen gaan. Mensen die in landen leven waar dat niet mag, waar ze gestraft worden als ze in u geloven. Wilt u ook voor die mensen zorgen dat ze op hun manier toch over u kunnen vertellen, met u kunnen praten? Wil u ook bidden voor de kinderen die het helemaal niet zo goed hebben zoals wij, die in landen wonen waar oorlog is of waar heel veel armoede is, honger? Wilt u voor ze zorgen en wilt u ons helpen om dankbaar en tevreden te zijn met wat wij hebben? Wilt u ons helpen deze dienst? Wilt u ons een fijne dienst geven? Dat vragen wij niet omdat we dat verdienen, alleen om Jezus wil. Amen. We hadden het net al gehad over Noach, die een gekke opdracht kreeg om een grote ark te bouwen waar geen water was. Er was deze week nog een man die een gekke opdracht kreeg. Wie weet nog waar het op de tweede dag, op dinsdag, over ging? Over wie ging het toen? Het was een man die een opdracht kreeg om op reis te gaan. Naar het beloofde land. En wie was dat? Abraham. Heel goed. Dat was Abraham. Abraham kreeg de opdracht om op reis te gaan. Wist hij waarheen? Ik weet het niet. Nee, hij wist het ook niet. Hij wist niet waar hij heen moest. De Heere God zei tegen Abraham: ga maar op reis. Pak je spullen maar in en ga maar. En hij ging. Hij vertrouwde op de Heere God. En het kwam helemaal goed. Daar gaan we nu ook over zingen. Over Abraham. Abraham, Abraham. Abraham, Abraham. Verlaat je land. Verlaat je stam. Abraham, Abraham. Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur. Een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort, die de Schone genoemd werd, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei: kijk ons aan. En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Petrus zei echter: zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. En onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond. En hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. En al het volk zag hem lopen en God loven. En zij wisten dat hij degene
die voor een liefdegave bij de poort van de tempel gezeten had. En zij werden vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. Jongens en meisjes, wat fijn dat jullie er allemaal vanmorgen zijn en in de afgelopen week ook zijn geweest bij een schitterende en mooie en ik mag natuurlijk met het thema zeggen te gekke week die jullie achter je hebben gehad. Allemaal in verschillende tenten en ik hoop dat jullie nu ook even stil zijn om te luisteren naar het verhaal uit de Bijbel wat we zojuist hebben gelezen. Ik heb daarvoor iets meegenomen. Het is maar een heel klein doosje, maar ik denk dat jullie wel kunnen zien, jongens en meisjes, wat dat is. Een verbandtrommel. Hoe noem je dat ook wel? Er zit niet alleen verband in. Een ziekenhuistrommel. Nou, als ze dat alleen maar in het ziekenhuis hebben, dan kom je niet ver, denk ik. Ze noemen dat natuurlijk een verbanddoos. Maar het heet eigenlijk een EHBO-doosje. En weet iemand wat EHBO betekent? Het is een afkorting, zeg maar. Ik ver het bij. Nou, eerste hulp bij het ziekenhuis, nee. Eerste hulp bij het ongeluk. Eerste hulp bij ongelukken. En weet je waarom ik deze trommel niet heb meegenomen? Want normaal gesproken neemt een dominee natuurlijk een Bijbel mee. En geen EHBO-trommel, maar dat komt omdat ik afgelopen donderdag morgen in de Zuidplastent ben geweest. En daar waren ze allemaal werkjes aan het maken. Daar gingen ze een windmolen maken. En daar moest een punaise doorheen. In een potlood, weten jullie dat nog, die daar waren? En wat gebeurde er? De juf prikte in de vinger. En toen was deze doos heel hard nodig. Ik heb ook een werkje gemaakt en ik prikte niet in mijn vinger. Dus dan is die niet nodig. Daarna gingen ze vlotten bouwen en hutten met grote spijkers en hamers, hè? Nou, je zou maar op je duim slaan. Of nog wel erger, een spijker in je hand krijgen. Dan is het toch wel makkelijk, hè? Zo'n EHBO-doos. Nou, moet je even proberen te onthouden. Hiermee kun je dus mensen helpen, jongens en meisjes. Luister je nog even. Maar niet altijd. Soms is het zo dat je hier helemaal niks aan hebt. Bijvoorbeeld als mensen niet meer beter kunnen worden. Of, zoals we net uit de Bijbel hoorden, bij die man die helemaal niet kon lopen, die was verlamd. Kreupel heet dat. Nou, dan helpt zo'n doos niet. Dan kun je hoogstens een rolstoel hebben waar je dan je mee kunt voortbewegen. Maar dat verandert helemaal niets aan de situatie. Dat is eigenlijk best wel heel zielig. En die man, die zat elke dag zat hij op een hele mooie plek bij de poort, een hele mooie poort bij de tempel. En waarom zat hij daar? Weet iemand dat, waarom die verlamde man bij de ingang van de tempel zat? Hij kon niet lopen, hij werd daar neergezet. Maar waarom zat hij nou precies bij de deur van de tempel? Ja. Om te bedelen. Hebben jullie die wel eens gezien? Bedelaars? Ja, je hond. Ja, maar ik was deze zomer in Frankrijk. En dan, als je daar naar de kerk gaat en je gaat naar buiten, dan zitten daar altijd bedelaars op de grond. En wat doen ze dan altijd? Kan iemand dat eens voordoen? Wat doen ze dan? Precies dit. Nou, dat betekent, mag ik wat geld hebben? En waarom hebben ze dat geld nodig? Ja?
om eten te kopen. Moet je je voorstellen, om die dag eten te kopen en misschien ook eens kleren te kunnen kopen. Want in die tijd werden mensen niet geholpen. Dan moesten ze bedelen om aan geld te komen. En dat was toch het allerergste, jongens en meisjes. Eigenlijk mocht die bedelaar helemaal niet bij de tempel zitten. Want de Heere God had gezegd in de Bijbel dat er geen bedelaars in Israël mochten zijn. Dat die mensen gewoon geholpen moesten worden door de anderen. En dat ze niet bij die tempel hoefden te zitten om te bedelen. En weet je wat nou het allerergste was? Je moet je nou eens voorstellen, wij zitten hier allemaal in de tent. Hè? En er zit er net buiten de tent, zit er op de grond zit er een jongen of meisje. En die durft niet naar binnen. Nou denk je, ik zit lekker binnen, dus maakt mij wat uit. Die zit buiten en die durft niet naar binnen. Nou, wat zou je dan doen? Zeg het eens. Herhalen. We hebben het net gezongen. Welkom, welkom iedereen. Dan zorg je toch voor dat hij ook mee mag in de tent, samen zingen, samen bidden. Maar die bedelaar die moest altijd buiten de tempel, buiten de kerk zeg maar, blijven zitten. Buiten de tent. En mocht nooit naar binnen. En dat was eigenlijk heel erg. Dus moet je voorstellen dat je zelf zo zou zijn dat iedereen aan jou voorbij loopt en jou nooit ziet. En bij die bedelaar was het ook zo, hij keek ook nooit de mensen aan. Hij keek een beetje naar beneden en deed alleen maar zijn hand naar voren. En verder niet. Tot op een dag er twee mannen langskomen. Die niet langslopen, die ook niet wat geven, maar die stilstaan. En dat hoort die bedelaar wel. Dat zijn Petrus en Johannes, nou die kennen jullie natuurlijk wel. Discipelen van de Heer Jezus, dat hoef ik niet te vertellen. Die staan stil en die zeggen opeens tegen hem, kijk ons aan. Het is nog maar kort na het Pinksterfeest, de Heilige Geest is uitgestort, dat weten jullie wel. De Heilige Geest is gekomen en die Heilige Geest die zegt in het hart van Petrus, je moet op die man letten. Dus daarom zegt hij, kijk ons aan. En die man die altijd naar beneden kijkt, die kijkt nu omhoog. En die vraagt niks. Die denkt van, nou krijg ik zeker wel heel iets bijzonders. En dan zegt Petrus, zilver en goud heb ik niet. Ik heb eigenlijk geen geld voor je. Nou, dat is toch ook jammer, denkt die man. Loop dan maar door. Maar nee, die man blijft kijken. Want Petrus zegt nog iets meer. Maar wat ik heb, dat wil ik je geven. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen. Ho, dat is gek zeg. Dat kun je niet maken. Iemand die niet kan lopen, met verlamde benen zit, vanaf zijn geboorte nooit heeft gelopen en dan zeggen, opstaan en ga lopen. Nou, dat is net zo'n gekke opdracht als jullie allemaal van de week van die andere mannen hebben gehoord. Maar, en dan ben ik heel benieuwd of jullie goed hebben geluisterd van de week. Dat te gek, dat betekent twee dingen. De eerste zal ik verklappen. Te gek betekent, dat is raar, dat is vreemd. Hè? Toch? Ja, jij zegt ja, dat is geklopt. Maar wat betekent het te gek nog meer? Nou, ik ben heel benieuwd of jullie dat hebben gehoord. Want ik was erbij. Dat je het leuk vindt. Prachtig, ja. En wat nog meer? Een ander woord. Jullie vaak gebruiken. Te gaaf, precies. Of cool. Zeg ik dat goed? Nou, eigenlijk betekent dat dat het iets heel bijzonders is. Zoals je terugkomt, bijvoorbeeld van een schoolreisje. En dan vraag je vader en moeder, was het? Gaaf. Te gek. Hoe was de witte tentweek? Hoe was de tienerweek? Gek, hè, dat. Nou, zo moet die verlamde man het ook hebben gevoeld, jongens en meisjes. Nog even erbij blijven. Dat is niet zomaar een rare opdracht. Dat is niet zomaar een rare opdracht. Dit is anders. En hij voelt de hand van Petrus die hem probeert op te tillen. En dan voelt hij kracht door zijn benen en zijn voeten komen. En dan springt hij overeind en dan gaat hij al lopend en huppelend. En dat is het mooiste in dit verhaal. Die tempel in. En hij looft en dankt God. Want hij weet
Niet Petrus heeft hem genezen. En niet Johannes. Maar de Heer Jezus heeft dat gedaan. Hij is ook voor mij gekomen. Hij wil ook mij redden. Wat geen mens kan, geen EHBO-koffer kan. Wat geen dokter kan bij die verlamde man. Kan Jezus wel. Want voor hem is niets te raar. En vul het eens aan. Te moeilijk of te gek. Want hij wil jouw redder zijn. Ook voor mij en voor jou en voor u. Waarom? Omdat hij ons allemaal ziet. En ons allemaal kent. En hij weet wat je echt nodig hebt. En weet je wat nou het grote probleem is? Dat wij vaak niet weten. Dat wij vaak niet weten wat we echt nodig hebben. En dat we denken, ik moet die problemen zelf oplossen. Maar als je je handen vouwt en je vraagt aan de Heer Jezus, wilt u mij helpen? Dan doet hij dat ook. En weet je wat nou zo belangrijk is? Dat je in hem gelooft. En dat je op hem vertrouwt, want dat deed Noach. En dat deed Abraham. En die wisten echt niet hoe het verder zou gaan. Hoe vreemd ook de opdracht. Ze luisterden, ze gehoorzaamden wel. En dat is geloof. Je weet niet waar het naartoe gaat. Maar je weet, ik ga niet alleen. Ik ga met God. En daar hebben jullie een hele mooie tekst van geleerd van de week. De een heeft gezongen en de ander opgezegd. En ik vind dat jullie aan jullie vaders en moeders en opa's en oma's, alle mensen hier, nog een keer moeten laten horen hoe die tekst ging. Die tekst staat een beetje achter de box daar. Dus als je het niet helemaal weet, dan mag je het helpen. Maar zeggen jullie mij eens na. Die tekst die jullie hebben geleerd. Geloof in de Heer Jezus. En gij zult red worden. U en uw huisgenoten. Wie zijn dat nou weer? Wie zijn nou die huisgenoten? Vertel eens. Je ouders. Alleen je ouders? Je opa en oma, komen die ook wel eens bij jou thuis? Dan zijn ze ook je huisgenoten. Oké. Maar oma komt, broers, zussen, iedereen die in je huis komt, die zal ook in aanraking komen met de Heer Jezus. Geloof in de Heer Jezus. Mooie tekst. Die zul je nooit meer vergeten. Soms denk je wel eens, jongens en meisjes, want dit is natuurlijk wel een mooi verhaal. Maar zou dat nou wel waar zijn? Want er zijn ook zieke mensen die niet beter worden, hè? Bijvoorbeeld omdat ze kanker hebben of een andere erge ziekte. Er gebeuren wonderen, maar niet altijd. Ook in de tijd van de Heer Jezus werd niet iedereen beter gemaakt. Soms wel, dan liet hij even zien hoe het straks in de hemel en op de nieuwe aarde zal zijn. Dan zal er echt niemand meer ziek zijn. Iedereen kunnen lopen, niemand meer. Maar nu op deze oude aarde is het nog veel belangrijker of we nu ziek zijn of gezond. Dat we weten, en dat gaan we straks zingen, bij Jezus is de plek waar je veilig bent. En waarom is dat nou zo? Omdat hij voor ons op aarde is gekomen. Aan het kruis is gestorven om onze zonde, omdat wij er zo'n puinhoop van hadden gemaakt. Weet je, de Heer Jezus houdt zoveel van jullie. Ik denk dat jullie ouders ook heel veel van jullie houden, maar de Heer Jezus houdt zo ontzettend veel van jullie. Dat hij altijd bij je wil zijn, ook al dwaal je alle kanten op. Zoals nu ook, dan zitten jullie allemaal om je heen te kijken. En je gedachten dwalen af. En toch blijft de Heer Jezus naar je kijken. Dat is echt te gek hoor. Dat hij machtig is om te genezen, maar nog veel meer machtig is om je zonde te vergeven en een heel nieuw leven te geven. Eerst aan de binnenkant in je hart en dan later ook aan de buitenkant. Het zou te gek zijn als jullie allemaal dicht bij Jezus blijven. Het zou te gek zijn. Jongens en meisjes, luister nog eens even, want jullie zijn van de week allemaal voor jezelf geweest. Maar het zou ook te gek zijn als je andere vriendjes, vriendinnetjes, mensen die je kent, ook bij de Heer Jezus brengt. En dat je tegen ze zegt, weet je, je bent ook welkom. Welkom bij hem aan boord. Ook voor jou is een plekje waar je hoort. Het is net zoals bij Petrus. Wat was nou zo gek bij Petrus? Die liep over het water. Ja, heel gek. Maar wat gebeurde toen? Wie weet dat? Ging die toen vallen? Ja. Hij ging zinken, veel erger. Hij ging zomaar zinken. En wat gebeurde er toen? En dat moet je hele leven
nooit vergeten. Vertel eens. God red je. Jezus deed die hand naar beneden. Net zoals die hand bij die verlamde man. En die zei, kom maar, geloof het maar. Vertrouw maar op mij. Houd mij maar vast. Voor altijd. En dat is zo fijn dat die hand van de Heer Jezus, jongens en meisjes, er altijd is. Kijk, er zijn wel eens mensen die hele mooie dingen beloven. Maar er komt niet zoveel van terecht. Dat is nou bij de Heer Jezus nooit. Aan hem hoef je nooit te twijfelen. En je mag ook andere mensen helpen. In zijn naam. En dan nog even die EHBO-koffer, jongens. Die is soms wel eens handig, hè? En daar staat iets op. En dat vind ik altijd zo mooi. Daar staat een kruis op, hè? Waarom zou daar nou een kruis op staan? Van het ziekenhuis, maar dat betekent, het kruis betekent dat er mensen geholpen kunnen worden. Hè? Maar waar doet dat kruis nog meer aan denken? Aan de Heere God dat hij aan het kruis heeft gehangen. Het rode kruis, hè? Dat kruis van de Heere Jezus. Dus denk daar maar aan dat dat kruis van de Heere Jezus gegeven is voor een ieder die gelooft tot leven. En dat Jezus vrede er voor altijd is. En dat is echt te gek. Amen. Thank you.
Jongens en meisjes, het is nu bijna afgelopen en we gaan samen bidden of de Heere God verder ook met ons wil zijn. En we zijn heel blij en dankbaar dat jullie er allemaal waren. En we danken jullie dat jullie ook in afgelopen week er waren. En ook dat er zoveel leidinggevenden waren. Met zoveel plezier hebben meegewerkt. En ook vandaag dat we een fijne muziekgroep hadden. En dat Ariane en Christa ook deze dienst hebben geleid. Ik wil nu samen met jullie gaan danken. En dat sluiten we af met het Onze Vader. En dat gaan we zingen. Ja, dus ik ga eerst danken en dan sluiten we het af met het Onze Vader dat we zingen. Dan zal de muziek even spelen en dan bidden we eerbiedig het gebed dat de Heer Jezus zelf heeft geleerd. Zullen we bidden? Dank u wel, Heere God, dat wij vanmorgen zo dicht bij u mochten zijn. Net zoals in de afgelopen week, want we hebben het fijn gehad met elkaar. Het was echt een te gekke week. Maar vooral ook omdat we zoveel mooie dingen van u hebben gehoord. En we willen vragen of u dat wil zegenen. Dat we het nooit zullen vergeten. Dat bij u de plek is waar we veilig zijn. En dat u onze redder wil zijn. Dank u wel voor alle kinderen die er mochten zijn. Zoveel kinderen. En we willen vragen of u ook met ons allen, met hen mee wil gaan. Dank u voor de leidinggevende. Dank u ook voor alle die hebben meegewerkt om het tot een groot succes te maken. Maar we weten ook dat de zegen van u nog veel mooier is dan geluk en succes hebben. En daar willen we om bidden. We willen ook bidden of u zijn wil met al die kinderen die ook misschien best graag hierbij hadden willen zijn, maar dat niet kunnen. Ook kinderen in deze wereld die nooit van u hebben gehoord, wilt u bij ze zijn en geven dat ze van u mogen horen. En misschien dat u ons daar ook voor wilt gebruiken. We willen u ook bijzonder bidden voor de mensen die ziek zijn. Want we hebben gehoord dat u ook kunt genezen. We willen vragen of u dat wilt doen. En we weten ook dat als we misschien niet beter worden, dat u nooit ons zult loslaten. We willen ook voor hen bidden. En we bidden voor de zieken die thuis kwamen uit het ziekenhuis, die weer beter mogen worden. En we bidden voor al die mensen die ook om zieke mensen heen staan, die ook voor hen moeten zorgen. In het ziekenhuis, de dokters en de verplegers en alle andere vrijwilligers. We willen u vragen, Heere God, wilt u nu verder met ons meegaan? Straks gaat de school weer beginnen, het nieuwe jaar gaat weer beginnen. Wilt u ons daarbij helpen? En geef dat als er dingen zijn waar we naar uitzien, dat u er dan ook dankbaarheid voor geeft in ons hart. En er zijn ook, hebben we begrepen van jongens en meisjes, moeders, die ook dit jaar een nieuw leven verwachten, een kindje verwachten. Wilt u geven dat alles goed mag gaan? Er zijn misschien ook wel dingen waar we tegenop zien, maar u hebt beloofd dat u altijd bij ons wil zijn. Heren, we danken u voor alle goede dingen die u elke keer weer geeft. Gaat u met ons mee, ook het verdere van deze zondag. En wilt u ons gebed horen als wij tot u bidden? Vandaag, ook als we meeluisteren, u kent ons in ons hart en leven. Als we misschien later deze dienst nog terug zullen zien, dat we dan iets mogen merken van uw liefde, uw genade en uw trouw naar ons. En dank u wel, Heren, dat de kinderen van morgen zo fijn hebben geluisterd. Wilt u nu bij ons zijn en alles geven wat we nodig hebben? We vragen dat in het gebed, in onze dankbaarheid, met de woorden die de Heere Jezus onszelf heeft geleerd. Geef ons heden ons dagelijks brood.
Jullie mogen nou naar huis gaan, maar dat doen we niet voordat we de zegen van God hebben ontvangen. En daarvoor vraag ik voor ieder die dat kan, met het thema van vandaag, sta op. En dan mogen jullie nu in vrede naar huis gaan met de zegen van God. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met jullie, met u allemaal. Amen.